Dit is een eenvoudige set van de hoofdtelefoons voor het sporten. Ik ga er altijd mee hardlopen en waarom zijn ze fijn? Ze zijn in-ear, dus je draagt ze in je oor, dus let altijd even op het verkeer. Want ze geven gewoon goed, mooi hard geluid. En dus daarom draag ik er ook af en toe één in mijn oren en niet beide. Maar je hebt natuurlijk een linker en een rechter model. En wat ik er heel fijn aan vind is dat ze niet zo heel groot zijn. Ze zijn mooi klein. Nee. Ik zal even inzoomen zodat je dat beter kan zien. Het is dus een heel klein haakje die heel flexibel is. En dat is heel prettig, dus je krijgt echt geen last van achter je oren of op je hoofd. Want het is echt heel flexibel, maar hij blijft wel zitten. En dat is natuurlijk hetgene wat je wilt. Maar dit is een bidon met water. En hoe laat ik dat nou makkelijk zien? Ik denk zomaar even. Hopelijk kun je het zo een beetje zien. Dat ze helemaal onder water zijn. Volgens mij is het een beetje donker. Ik kan misschien beter een witte bidon kunnen pakken. Maar je ziet het. Maar de vraag is natuurlijk of ze het nou doen. En daarom pak ik mijn microfoontje even. Die zal ik even bijhouden. Zo, dit is het microfoontje. En ze zitten natuurlijk helemaal onder water, maar volgens mij, want ik hoor ze hier zelfs nog. Dus volgens mij kun je ze horen. En ik zal ze even eruit halen weer. Dus ja, volgens mij is het de test dat ze geslaagd zijn. Ze zijn in ieder geval waterdicht.